We zien dat we 8500 raadsleden hebben die zich met hart en ziel inzetten voor onze democratie. Maar 15% van hen werd de afgelopen periode bedreigd. In Amsterdam recent bleek zelfs dat het 40% van hen te maken heeft met intimidatie of bedreiging. Ik vind dat een grote zorg. Wat wil de minister hier aan doen? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Leijten, SP. Ja, voorzitter, jongeren die zich niet herkennen in de democratie en mensen die bedreigd worden, dat kan je natuurlijk allemaal op een hoop gooien. Maar een van de oorzaken daarvan, volgens de SP-fractie, is ook het, het niet meer vertrouwen hebben in dat de democratie en de overheid er voor jou is. Herkent de ChristenUnie dat? Dat herken ik heel sterk. Ik denk dat de onderzoeken over de toeslagenaffaire dat hebben laten zien. Ik mag deel uitmaken van de parlementaire enquêtecommissie. We zijn bijna klaar met ons rapport. Daar zien we het ook terug. En daarom stelde ik ook de vraag. Staat de overheid naast de burger of er tegenover? Is de overheid een schild voor de burger of niet? Ja, voorzitter, dat brengt mij tot de vraag. Iedereen in deze zaal, alle 150 Kamerleden, maar zeker ook aan mevrouw Van der Graaf, waarom accepteren we dan dat de mensen in toeslagenschandaal tot 2030 moeten gaan wachten, zoals gisteren bleek bij Nieuwsuur? Maar laat ik hem vriendelijker insteken, want we hebben het vandaag over de balans van de machten, om te zorgen dat we op koers blijven voor dat algemeen belang en voor die burger, de inwoner. Ik hou nooit zo van het woord burgers, maar juridisch gezien is dat natuurlijk de term. En als het dan gaat over de staat als procespartij, die doorprocedeert als iemand wint, of die zijn stukken niet aanlevert op het moment dat je er tegenover staat, of die zegt, ja, ik moet wel een dossier overhandigen van de rechter, maar ik heb daar geen zin in, dus ik ga een hoger beroep. Ik heb de tijd om dat te doen, ik heb het geld om dat te doen. Vindt de ChristenUnie ook niet dat we daar van koers zouden moeten wenden en dat wij de regering zouden moeten vragen om daar eens een reflectie op te geven en dat voor de zomer aan ons te sturen, zodat wij kunnen kijken hoe zit dat nu? Want we hebben veel discussie over de landsadvocaat en over, maar gewoon hoe wil de staat omgaan met die macht en die machtsmiddelen? Mevrouw Van der Graaf. En mevrouw Leijten snijdt daar een heel terecht punt aan, waar ook de ChristenUnie al heel vaak aandacht voor heeft gevraagd. Bijvoorbeeld in de schuldenaanpak, omdat we zien waar mensen in grote financiële nood komen, dat op het moment dat zij de staat tegen de overheid tegenover zich hebben, misschien niet de staat als partij altijd, maar een overheid of de overheid. De overheid heeft heel grote invloed op de situaties van mensen in zo'n geval. Dus we hebben ook in de vorige periode al, heeft de regering ingezet op te ontdekken hoe we in die schuldenaanpak kunnen kijken dat de staat als procespartij niet overvraagt, niet doordoet, coulant is. De regering werkt hier nu aan. Ik vind het heel belangrijk dat de regering en de overheid daar een milde overheid zich toont tegenover mensen. Dank u wel. En daar roep ik het kabinet toe op. Dus als mevrouw Leijten daar nog betere ideeën voor heeft, dan wil ik daar absoluut naar kijken. Want ik zie het probleem wat ze schetst. En ik zou zeggen, zet alles in om ervoor te zorgen dat de overheid niet tegenover die burger staat, maar naast de burger. Mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, als het gaat over de schuldenproblematiek, toeslagen, schandaal, ik denk dat de Kamer het snel met elkaar eens is als het gaat over het herwinnen van vertrouwen, maar er zit daar iets. En dan wijs ik naar deze minister misschien verkeerd, maar ik bedoel VACA, het kabinet, als leider van bijvoorbeeld ministeries, het inschakelen van de landsadvocaat, gruwelijk mis. Want het is niet aan het veranderen, misschien bij de schuldenaanpak. Maar zelfs in het toeslagenschandaal wordt er nog geprocedeerd tegen een ouder om haar niet haar dossier te geven. Hallo! Dat is een zaak die 3,5 jaar geleden is gestart en de landsadvocaat loopt daar nog steeds op binnen. Ting, ting, ting. Dat kan niet, vinden wij. Ik denk dat de ChristenUnie dat ook vindt. Maar dat verandert niet. En daarom heb ik het voorstel dat de regering nou zelf is die reflectie gaat doen naar die rol. Nou, vinden ze dat moeten doen? Wanneer wel? Wanneer niet? En ze dat voor de zomer te vragen. Want wij kunnen heel veel moties indienen op mini-onderwerpen voor ons, niet voor mensen, als het gaat om schulden of toeslagen of belastingdienst. Maar de koers is niet veranderd.
En steunt de ChristenUnie dat dan? Mevrouw van der Graaf. Ja, voorzitter, ik hoopte met wat ik net ook aangaf aan te geven dat ik het probleem zie wat mevrouw Leijten hier aangeeft. Toen ik nog woordvoerder was op het thema rechtsbescherming van mensen, weet ik zelf dat er al onderzoek is gedaan, ook door de regering, hoe de overheid als procespartij tegenover burgers een andere rol daarin zou kunnen aannemen of daar een coulantere rol, een mildere rol zou kunnen gaan aannemen ten gunste van de burger. Maar ik ben bereid om te kijken naar het voorstel waar mevrouw Leijten mee komt, omdat ik zie dat er een noodzaak is. Dus daarin vindt ze naast me. Maar ik wil hier niet eens indruk wekken dat dit het eerste moment is waar die vraag is opgeworpen. Want dit is een onderwerp dat al langer speelt. En dat probeer ik ook in mijn bijdrage naar voren te brengen. We zullen anders moeten kijken als overheid naar de burger. En we moeten er niet alleen over spreken, en dat heb ik hier ook vaker in de Kamer betoogd, over het vertrouwen en het gebrek aan vertrouwen dat burgers in de overheid hebben. Maar hier moet het gesprek ook over gaan. Hoe heeft de overheid het vertrouwen in de burger? En hoe geeft ze dat vorm? De heer Van Baarle-Denk. Ja, voorzitter. Wat zijn volgens mevrouw Van der Graaf nou de lessen die we als politiek, als overheid moeten trekken uit de toeslagenmisdaad? Mevrouw Van der Graaf. Vele. Maar ik denk de belangrijkste heb ik vandaag centraal willen maken in mijn betoog. Hoe kijkt de overheid naar haar burger? Is ze een dienstbare overheid? Is ze een schild voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn? Heeft ze oog voor het doenvermogen van mensen? Of overvraagt ze mensen? En ik vind dat de overheid daar een houding moet aannemen van die dienstbare overheid, van dat schild voor de mensen, naast de mensen gaan staan en mensen als inwoners zien, als burger zien, als mens en niet als klant. Heer Van Baarle. Ja, voorzitter, een schild zijn voor mensen. Naast mensen staan, mensen als mens zien. En mensen niet zien als een cynisch onderdeel van politieke deals of beleid. En voorzitter, dat zijn terechte lessen. Maar ik zou aan mevrouw Van der Graaf willen vragen van de ChristenUnie hoe zij dat rijmt met de deal die de ChristenUnie zelf heeft gesloten, het beleid wat de overheid nou uitvoert, om willens en wetens bikkelhard te zijn tegen vluchtelingen, gezinsleden van vluchtelingen, waarbij er rechters zeggen, we staan toe dat gezinsleden van vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden in het buitenland leven. Deze regering gewoon incalculeert dat ze teruggeroepen gaan worden door de rechter. De snoeihard is. Gewoon snoeihard. En dat heeft de ChristenUnie als deal gesloten. En dan vraag ik aan mevrouw Van der Graaf. Als we zien dat u dit doet, dat mevrouw Van der Graaf dit doet. Wat heeft Van der Graaf dan geleerd van de toeslagenmisdaad? Mevrouw Van der Graaf. Voorzitter, ik had deze vraag verwacht vandaag in een debat over de rechtsstaat. En in een week waarin de Raad voor de Rechtspraak aan de bel trekt om te zeggen dat de politiek hete aardappels doorschuift naar de rechter. En laat ik klip en klaar zijn, dat is geen goede zaak. En het probleemoplossend vermogen in onze samenleving moeten we aanspreken, maar ook hier politiek in de Kamer. En voorzitter, de heer Van Baarle weet ook als geen ander dat de maatregel over het opschorten van de gezinshereniging een hele pijnlijke maatregel is geweest, ook voor mijn fractie. En mijn fractie heeft van meet af aan vragen gesteld over de juridische houdbaarheid van deze maatregel. Ook mijn fractie heeft het voorstel gesteund om de Raad van State hier op voorhand om advies te vragen. Die motie is afgewezen door een rechtse meerderheid in deze Kamer. Voorzitter, dat is hoe het speelveld eruit ziet. Voorzitter, de ChristenUnie heeft afspraken gemaakt. Dat klopt. Wij willen heel graag snel aan de slag met structurele verbeteringen in de asielopvang. En daar maken we werk van. En voorzitter, ik zie nu dat het kabinet, ook na aanleiding van de uitspraak, de maatregel of het vertragen van de gezinshereniging wil opschorten.
Ik begrijp die overweging omdat er nog een definitief besluit moet komen in hoge beroep van de rechter. Maar voorzitter, de heer Van Baarle kan de ChristenUnie hier niet verwijten dat ze van meet af aan die vragen heeft gesteld, haar zorgen heeft uitgesproken en ook heeft gezegd deze hete aardappel zouden we niet moeten doorschuiven naar de rechtspraak. Hier zouden we zelf een beslissing over moeten nemen. De situatie is nu zoals die is. De heer Van Baarle. Kijk, voorzitter, mijn vraag aan mevrouw Van der Graaf en aan de ChristenUnie was, als we zien wat de ChristenUnie nu doet met die nareisbeperking, wat er dan geleerd is van de toeslagenmisdaad. En voorzitter, mevrouw Van der Graaf bewijst met haar antwoord dat er niks geleerd is. Want mevrouw Van der Graaf die staat hier gewoon cynisch een politieke deal te verdedigen. Staat hier gewoon cynisch te verdedigen dat de overheid bikkelhard is. Bikkelhard is in het uitleggen van regelgeving, bikkelhard is tegen mensen en daarbij incalculeert dat het bot gaat vangen bij de rechter. En voorzitter, dan geeft het toch geen pas als ik vraag welke lessen er zijn getrokken uit de toeslagenmisdaad, dat er een antwoord komt, we hebben een afspraak gemaakt en dat was inderdaad pijnlijk. En we zien dat er een andere meerderheid is, maar het is gebeurd. De ChristenUnie is in de positie om het niet te laten gebeuren en heeft het laten gebeuren. Nogmaals de vraag, die hardheid, mensen laten creperen. Wat heeft mevrouw Van der Graaf geleerd van de toeslagenmisdaad? Mevrouw Van der Graaf. Voorzitter, ik neem ons allemaal even mee terug in de tijd. Ik was voor de zomer in Ter Apel. Ik woon er niet zo heel ver vandaan. En ik heb daar gezien hoe ons systeem op dit moment faalt. Diep faalt. Als het gaat om hoe gaan wij om met mensen. We hebben grote problemen als het gaat om het opvangen en om dat op een goede manier vorm te geven. En de ChristenUnie heeft een hele grote wens dat in ons hele land iedereen zijn steentje bijdraagt om mensen een humane opvangplek te bieden en een warm onthaal ook in ons land. Want zo gaan we in Nederland om met mensen. En ik heb gezien dat niet werkte. In Noord-Nederland heb ik gezien hoe gemeenten extra opvangplekken probeerden te regelen. In de kerken, ook in mijn eigen kerk, werden mensen opgevangen om hen een thuis te geven, zodat ze niet in een tent in Ter Apel, waar geen plek voor hen was of waar te druk was, in die keten die waren neergezet, waar kleine kinderen liepen, waar de kans op ziektes en uitbraak en verspreiding van nare zaken groot was, waar zelfs een kind om het leven is gekomen. Voorzitter, we moeten werken aan structurele maatregelen. Dat heeft voor ons altijd voorop gestaan om dit soort situaties te voorkomen. We hebben we hebben ons ervoor ingespannen dat die maatregelen er ook komen. En een belangrijke wet is die spreidingswet die daar ook voor moet gaan zorgen, voorzitter. Maar ik wil hier niet het verwijt krijgen dat wij hier geen oog hebben gehad voor deze mensen, want dat is wat in ons hart zit, waar wij voor knokken, dat wij structureel het beleid in Nederland verbeteren. En daar zullen wij ons altijd voor inzetten. En daar roepen wij het kabinet ook toe op om daar heel snel nu werk van te maken. Dank u wel. Ja. En voorzitter, dit is wat ik te zeggen heb op de vraag van de heer Van Baarle. De heer Van Baarle. Ja. Nogmaals, ik heb niet aan mevrouw Van der Graaf gevraagd wat zij vanuit haar persoonlijke betrokkenheid vindt van vluchtelingen en welke initiatieven er zijn in het land en met kerken om vluchtelingen op te vangen. Dat is allemaal heel erg mooi. Ik vroeg aan mevrouw Van der Graaf wat nou geleerd is van de toeslagenmisdaad. En voorzitter, als mevrouw Van der Graaf niet in staat is om te zeggen wat de regering doet, is fout. Het is weer te hard tegen mensen. Tegenover mensen staan. Het is fout om willens en wetens tegen de wet, tegen internationale verdragen in te gaan en in te calculeren dat je wordt teruggeroepen bij de rechter. Want dat is precies wat we toen ook fout hebben gedaan. Als mevrouw Van der Graaf dat niet zegt, dan kan ik alleen maar concluderen dat mevrouw Van der Graaf en de ChristenUnie niks hebben geleerd van de toeslagenmisdaad en cynisch een politieke deal verdedigen. En dat is triest, voorzitter. Mevrouw Van der Graaf. Voorzitter, de heer Van Baarle blijft volhouden, maar ik ook.
Voorzitter, wij hebben van meet af aan gezegd en onze twijfels uitgesproken of zo'n maatregel wel zou kunnen. En ik deel met u. Het is pijnlijk. En daarmee bedoel ik niet een pijnlijke maatregel voor ons in de politiek. Het is pijnlijk voor al die gezinnen die wachten op hereniging. Dat ze elkaar weer in de ogen kunnen kijken nadat ze elkaar lang niet hebben gezien. Wij vonden het belangrijk dat dat getoetst werd vooraf, voordat de regering zo'n besluit zou nemen. Dat werd niet gesteund. U mag ons aanspreken op onze verantwoordelijkheid, ook als regeringspartij. Maar hier hebben wij ook als regeringspartij ons voor ingespannen dat we dat vooraf zouden toetsen. Maar voorzitter, het is nu zo dat rechters hebben uitgesproken dat dit niet kan. De regering vraagt nu opschorting van de maatregel totdat het hoge beroep is afgerond. Ik kan dat volgen, maar voorzitter, ik vind het belangrijk dat als de rechter ook in hoogste instantie uitspreekt dat dit niet kan, dat onze regering, en daar roep ik dan het kabinet ook toe op, ook na deze interruptiediscussie die we hebben gehad, om die uitspraak dan ook volmondig en vanuit het hart op te volgen. Dank u wel. Mevrouw Koekoek-Volt. Dank voorzitter. Vooropgesteld, ik twijfel niet aan het humane hart van mevrouw de Graaf. Dus dat gezegd hebbende. Waar ik wel even op aansloeg, net ook in het antwoord op de interruptie, was dat mevrouw de Graaf aangaf, er is een motie geweest en een krappe meerderheid heeft toen gezegd, we hoeven geen toetsing vooraf. Waar ik me nu persoonlijk zorgen om maak is, dat klopt natuurlijk, de Kamer kan het advies vragen, maar tegelijkertijd zou het veel logischer zijn, en ik ben zelf bij die debatten geweest waar de Kamer ook zei, doe dat, en heb ik gisteren nu ook gehoord, om het vooraf te vragen. En nu is mijn zorg daarbij dat er een bepaalde dialoog hoort te zijn tussen grondrechten, de rechtsprekende macht, wetgevende macht, en dat de dialoog nu met deze beslissing verstoord wordt. En mijn vraag aan mevrouw de Graaf is, als wij dan geen meerderheid hebben, maar een grote minderheid, wat kunnen we dan nog wel doen om ervoor te zorgen dat bepaalde grondrechten, een bepaalde dialoog tussen die verschillende machten niet verstoord wordt door wat ik toch ook alleen maar kan kwalificeren als een politieke deal? Of moeten we dan concluderen, ja, we staan erbij, we kijken ernaar, want de regering heeft zo besloten? Mevrouw van der Graaf. Nee, en daarmee doet u ons tekort, want we hebben ons hiervoor ingespannen en we hebben in deze, in een democratische rechtsstaat als deze heb je die checks en balances nodig. En wij stonden aan de kant van mevrouw Koekoek als we zeggen, wij willen vooraf weten, kun je zo'n besluit wel nemen of niet? En de juridische twijfels waren zelfs ook aan de regering kenbaar gemaakt nog voordat ze dat besluit zouden moeten nemen. We hebben gezien dat een democratische meerderheid hier anders heeft besloten. En in een rechtsstaat kan een meerderheid er ook naast zitten. En dan is het heel belangrijk in een functionerende rechtsstaat dat we dan de andere staatsmachten die checks en balances rol kunnen vervullen. En we zien dat nu ook gebeuren. Dus waar een meerderheid ernaast zat, heeft de rechter anders gesproken. En we zijn nu in afwachting van wat de hoogste rechter daarover gaat beslissen. Mevrouw Koekoek. Ja, dank. Nee, dat begrijp ik ook. Maar waar ik eigenlijk op doelde is, we wisten van tevoren dat het misging. En dat bedoel ik met die verstoring van de dialoog. Op het moment dat je weet van tevoren, hier is al een juridisch stopbord, deze weg moeten we niet ingaan. Als we die weg ingaan, worden we later teruggefloten. Dan vind ik het heel zorgelijk dat we afhankelijk zijn van een democratische meerderheid in de Kamer om te zeggen, nou, we gaan dat toch doen. En daarom stel ik de vraag, vanuit het, ja, moeten we nou concluderen, dit is een kijken, we staan erbij, we kijken daarna, we laten het maar gebeuren. Of zijn er ook andere opties? Zouden we niet moeten zeggen, er is een soort, op het moment dat u dat juridische stopbord ziet, waarbij een systeem aangetast wordt, namelijk de dialoog tussen rechtspraak en wetgeving, zouden we niet dan vooraf moeten afdwingen dat zo'n advies toch komt? Want het recht om een advies te vragen aan de Raad van State ligt natuurlijk niet alleen bij de Kamer. Dat ligt in principe bij degene die de maatregel bedenkt. Dat is vaak het kabinet. En dat is waar mijn vraag op gericht is. Mevrouw van der Graaf. Zeker. En mevrouw Koek, u stelt hem nu aan mij. Maar ik vind het ook een vraag die aan de regering gesteld zou moeten worden. Dus ik ga ervan uit dat zij dat ook zeker zal doen. Maar op het moment dat de regering dat niet doet,
dan moeten we als Kamer in stelling komen en dus onze controlerende taken ook uitvoeren en dat doen. En dat hebben we als Kamer ook gedaan. Helaas besloot de meerderheid anders. Dank u.